De paardenkenners herinneren zich het zwarte paard Pepel. Deze Dikson, deze 10-jarige trakener van Nabak, dat is de vader van deze Dikson. In Rusland geboren en getogen. En weer heel andere muziek. Een totaal andere choreografie. Maar een prachtige beweging. Het is werkelijk een popmuziek dansen van het paard dat men hier als schouwspel krijgt. En een bijzondere hoge rijkunst die ons hier getoond wordt door Nina Menkova. Fantastische strekking met een paard, totaal in evenwicht. Het paard gaat helemaal niet hangen op de hand, maar blijft zichzelf totaal dragen. En dan weer die volledige uitstraling van rust, zodra men terug naar stap gaat. Het paard stapt perfect in 4 tijden, heel belangrijk. U moet weten dat een paard in principe 3 natuurlijke gangsoorten heeft. Paard stapt, dat is in 4 tijden. Draaft, dat is in 2 tijden, een 2-takt. En galoppeert in 3 tijden. Heel belangrijk dat die takt onderhouden worden. Dat die takt onderhouden wordt. Dat het paard zichzelf steeds weer weet te dragen. Men ziet hier een perfecte opwaartse beweging. Men ziet hier een passage met een paard dat helemaal niet op de hand van de Amazone weet te hangen. Niets gewicht erin, maar toch voldoende aanleuning. Een mooie opwaartse beweging en dan tegelijkertijd die prachtige cirkelvorm. En dan gaan we naar het ter plaatse blijven draven. Of het passageren, piaferen. De passage is wanneer je in beweging blijft. Wanneer je ter plaatse blijft, is het piaferen. De piaffe. En van de piaffe weer naar de passage. Heel discrete hulpen. Men ziet amper been of hand bewegen. Kijk maar hoe prachtig. Paard blijft intact. En naar de galop. En meteen direct een pirouette. Helemaal op de achterhand. Ja, en ze heeft in haar kuur zich een en ander bedacht. Want ze maakt de oefeningen alsmaar moeilijker. Kleine aarzeling daar in die linkse zijwaartse beweging, het appuyeren. En nu weer terug naar rechts, weer om naar de piaffe. En het wordt een verdomd moeilijke taak voor de jury hier om de punten te geven wanneer je nu eenmaal zo'n kwaliteit hebt. En op de lange zijde hier, kijk maar hier, het paard telkens omstellen en dan van voet veranderen. Wisselen, de wissel van galop. Om de 2 passen. En dan vervolgens tempi om de pas. Links, rechts, rechts, links. Kijk maar hier, hoe mooi. En dit alles in een perfecte harmonie tussen ruiter en paard. Amper ziet men de handen bewegen. Het paard is helemaal niet gestoord in de hand. Gaat daar plots naar een strekking en het paard accepteert dat allemaal. En hier meteen terug en van voet veranderen op de andere hand. Niet de minste verdediging van het paard. Het paard laat zich volledig domineren door de Amazone uit Rusland, door Nina Minkova. En dan een Russisch tintje muziek erbij.
prachtig hier. En nu gaat zij het appuieren, het zijwaartse beweging ook nog doen in deze opwaartse passage. Verschrikkelijk moeilijk natuurlijk. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen die zij heeft uitgekozen zijn enorm. En het gebeurt blijkbaar allemaal zonder de minste krachtinspanning. Kijk maar hoe perfect zij dit paard in de hand heeft. In controle. Ja, en nu gaan we naar de piaffe in de passage. Dus een combinatie van het opwaarse piafferen, ter plaatse eigenlijk. En dan het paard op de achterhand, rond de achterhand laten draaien. Kijk maar hier. Ongelooflijk, van links en van rechts. Wel. Ja, en zij is er blij om hoor. Kijk maar hier, ja. Terecht straalt ze. Haar paard werkt perfect, is perfect aan de orders. Ja, en een daverend applaus. Wel. En,